Paulus zegt in Romeinen 12, laat je enthousiasme niet winder worden, wees vurig van geest en dien de Heer. Enthousiasme, vuur en dien de Heer. Hoe zorgen we ervoor dat we dit altijd blijven? Altijd enthousiast blijven, altijd gepassioneerd blijven, altijd vurig blijven en de Heer kunnen dienen in elke omstandigheid. En ik kan me voorstellen, ik ben 23, ik kan me voorstellen als je wat ouder bent, dat het ook wel eens ingewikkeld is om altijd gepassioneerd te blijven voor Jezus. Omdat er veel kan gebeuren in het leven. En dat vind ik al wel eens moeilijk. En als je dus wat langer leeft, dan zal het vast ook ingewikkeld zijn. En toch denk ik dat gebed de sleutel is om altijd gepassioneerd te blijven voor Jezus. Altijd enthousiast, altijd vurig. Als we ons in gebed tot Jezus richten en kijken naar Hem, dan zal dat onze passie zijn. En dat is wat Hebreeën 12 zegt. Let toch scherp op Jezus alleen, zegt Hebreeën 12 vers 3. Kijk alleen naar Hem. En bedenk wat Hij heeft doorstaan aan leed. Wat Hij heeft doorstaan aan dat kruis om ons te verzoenen met God. En als we ons oog gericht houden op alleen Jezus in gebed, dan zal onze passie weer oplaaien. Ons enthousiasme zal weer terugkomen of zal nog meer worden. Misschien niet in één keer, maar één ding is zeker. Als we ons oog gericht houden op Jezus, dan zal dat onze passie zijn. En daarom een oproep. Misschien kan je deze dag, als je gaat bidden tot Jezus, ook nadrukkelijk stilstaan bij zijn dood en zijn opstanding voor jou. Zodat je aangevuurd wordt om hem te dienen.